Nou, we hebben inmiddels ook de uitslag van de ondernemers die hier aanwezig zijn op de stelling. En daarvan zegt 56% het eens te zijn met de stelling en vindt dus dat Nederland het Silicon Valley op het gebied van security is van Europa. En daarover gaan we met ze in debat. Een van die ondernemers die het er niet mee eens is, is Peter Glerum. En we gaan om reactie vragen. Peter. Ja, ik ben het eens met het verhaal dat het een goede ambitie is. En een goed doel om naartoe te werken. Alleen ik treed zelf heel veel op in Europa en Europese samenwerkingstrajecten. En dan zie ik Nederland nog te weinig aanwezig. Die rol die wordt nog niet daadwerkelijk vervuld. Binnen Nederland denk ik dat die rol al opgepakt is. Maar binnen Europa moet daar nog heel wat aan gedaan worden om die opgepakt te worden. Heeft dat dan met profilering te maken? Het heeft met profilering te maken, het heeft met lef te maken en het heeft met het zoeken van internationale samenwerkingspartners en te lef, maken. En lef, wat bedoel je dan? Lef is, we doen de dingen hier best goed en we lopen voorop. Als ik een aantal dingen zie, dan denk ik dat we echt voorop lopen, maar we pakken het nog niet door dat we er ook mee aan de slag gaan internationaal. Ja, ja Rob, wie zou dat op moeten pakken, die rol internationaal? Ja, die pakken we op. Op dit ogenblik zijn er gesprekken met bijvoorbeeld Ottawa, met Baltimore in de Verenigde Staten. Er is net een reis geweest naar Singapore, dus we proberen dat nu toch echt op de rit te zetten. En we zijn nog niet zo gek lang bezig, maar dat moet echt gaan gebeuren. Je moet echt de Hague Security Delta ontwikkelen tot de gateway to Europe. En dat betekent dus ook dat we heel goed naar het achterland moeten kijken. Ja. Welke innovaties kunnen we daar wegzetten? En hoe kunnen we samenwerken met allerlei bedrijven en organisaties in Europa en daarbuiten? Wie zou onze grootste concurrent zijn als de Silicon Valley van Europa? Ja, die hebben we niet echt hoor op dit ogenblik. Het is een redelijk braakliggend terrein. Er gebeurt een en ander in Berlijn, er gebeurt wat rond Stockholm, in Frankrijk heb je wat. Maar het is allemaal niet heel erg geweldig. Dat is heel opmerkelijk trouwens, want het is een snel groeiende cluster. Dus je zou denken dat het overal wordt opgepakt, maar dat is niet zo. Die hele veiligheidsmarkt die wordt eigenlijk gekenmerkt door een zekere mate van fragmentatie. Wat ik vreemd vind. En als je dat bij elkaar brengt, nou, je ziet wat hier gebeurt, dan begint het ineens te groeien. Ja. En dan toch wel benieuwd hoe wij als Nederland, zo'n klein land, dan toch die positie in kunnen nemen. Waar excelleren wij dan? Nou ja, we zijn natuurlijk altijd een handelsnatie geweest van oudsher. En je moet het ook echt als een onderneming runnen. De Security Delta. Als je het heel ambtelijk gaat doen, dan wordt het niks. Dus je moet echt je doelstellingen goed formuleren en om vervolgens echt vaart te kunnen maken. En dat betekent dus dat iedereen zijn steentje eraan bij moet leggen. De kennisinstellingen met hun kennis, de overheden met subsidies, ja. En het bedrijfsleven met cofinancieringen en eigen investeringen. Adriaan, Silicon Valley voor security, is dat voor beleggers interessant? Absoluut, daar liggen de kansen. Nederland is ook het land met de meeste ondernemers ter wereld. Dus wat dat betreft, de kansen liggen hier ook. Het is een kwestie van doorpakken voor iedereen. Ja. Er zijn een land van veel ondernemers, maar ja, Marcel, we hebben niet zoveel doorgroeiers. Hè? Dat is onvoldoende. Wat kunnen we daar nou aan doen? Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dus eigenlijk zijn ontzettend veel start-ups, hè? Maar het ontbreekt eigenlijk aan bedrijven die vanuit de start-up eigenlijk, zal maar zeggen, een nieuwe ASML worden. Hè? Ja. Dus ik denk dat daar heel belangrijk is toch ook de financiering. Hè? We hebben het heel vaak over banken, hè, dat die moeilijk krediet verschaffen. Nou, banken hebben natuurlijk nieuwe regels waar ze aan moeten voldoen. Dus dat ligt gewoon niet zo heel gemakkelijk. Maar ik denk dat er vooral ook in die fase van het doorgroeien heel veel behoefte is aan eigen vermogen. En ik denk dat dat met name ontbreekt. En ik denk dat daarom ook bij mijn buurman ook een heel mooi initiatief is om juist dat eigen vermogen op tafel te leggen. Ja, wat kan je doen om dat te stimuleren? Fiscaal bijvoorbeeld? Ja, het is misschien gek, hè? Een gek idee. Ik heb wel eens iemand horen beweren van op dit moment is kosten van vreemd vermogen aftrekbaar. Maar je zou kunnen denken, waarom maak je kosten van eigen vermogen niet aftrekbaar? Zodat je stimuleert dat mensen hun geld inzetten in een onderneming en van groei. Ja, en wat natuurlijk wel mooi is, want ik hoor de innovaties hier, die gaan toch ook wel wereldwijd. Dus er ligt natuurlijk een enorme kans ook voor de economie voor Nederland. Zeker, maar je moet wel kunnen vermarkten. Ik ben ontzettend blij dat we nu een convenant krijgen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Die is feitelijk voor de zuidelijke Randstad van toepassing. Innovation Quarter heet die. Want daarmee zijn we dus ook in staat om die ontwikkelingen te kunnen vermarkten uiteindelijk. Er moet gewoon kapitaal voor komen. En wat jullie ziet is dat veel van die innovaties die blijven steken. Omdat er vervolgens, ja, het is een fantastisch idee, maar hoe krijg je het nou gefinancierd om daar een te vermarkten product voor te krijgen? En in welke fase blijft het dan hangen? Ja, feitelijk in de fase van het prototype.
Dus dat kun je dan nog net maken, maar dan moet je het gaan vermarkten. En dan moet er een productielijn worden opgestart en dan gaat het mis. Ja, dus het zit meer in de productielijn dan in de marketingkosten? Nou, het zit daar zelfs voor. Je krijgt het niet voor elkaar om een vermarktbaar prototype te maken. En dat is ongelooflijk jammer. Want daardoor gaan heel veel innovaties, maar ook heel erg veel geld verloren. Want er worden natuurlijk gewoon miljoenen en miljoenen gestopt in de ontwikkeling van dit soort innovaties. Maar vervolgens, als er niks mee gebeurt, is het gewoon weggegooid geld. Ja. Ik wil toch nog een andere ondernemer naar voren roepen. Dat is Hans Henseler. En Hans die is het eens met de stelling. En ik hoor graag zijn toelichting daarop. Voel. Ja, Hans, jij bent het eens met de stelling. Nederland is het Silicon Valley van Europa voor security. Ja. Kun je dat toelichten? Ja, dat kan ik toelichten. Ik denk dat het historisch gezien voor de hand ligt. Nederland was in 1975 al het knooppunt voor internet. En ik denk inmiddels een van de grootste knooppunten. Dus er komt ontzettend veel verkeer hier binnen. Als je nu kijkt wat de overheid en private sectoren doen, dan denk ik aan wat politie, high-tech crime unit, Europol met een cybercrime lab, Nationaal Cybersecurity Centrum. Maar ook commerciële bedrijven zoals Fox IT, andere IT-security bedrijven, die heel erg hard aan de weg timmeren. En zich denk ik ook profileren. Het Europese Cybersecurity Consortium, wat mede door Fox IT geïnitieerd is, geeft ook aan dat je echt in Nederland wel in het hart zit van het netwerk. Ja, we hoorden net Peter zeggen van ja, we zijn het misschien wel, maar we profileren ons niet genoeg. Zie je dat ook? Dat zie ik anders. Ik denk dat wij ons wel profileren. Ik denk ook, het is natuurlijk jammer dat je gehackt wordt als Nederland, dat DigiNotar gehackt wordt. Maar je ziet wel dat we daar een onderzoek naar doen, samenwerking, bedrijven, overheid, en dat wereldwijd gevolgd wordt. Ja. Toch wel bijzonder, want eigenlijk mij was het niet zo bekend dat Nederland zo hoog scoort op het gebied van security. Mm-hmm. Dus een gewone ondernemer, is dat dan wel bekend inderdaad bij de ondernemers in Nederland? Ja, steeds meer. Ja, ik moet eerlijk zeggen, wij waren ook verbaasd hoor, dat het zo groot was en dat het zo hard groeide. Maar een aantal jaren geleden is er een onderzoek geweest, een jaar of denk 4 geleden. En toen kwamen we tot de conclusie dat het groot was. Dat het snel groeide en dat een aantal van die moderne technologiebedrijven die zijn geconcentreerd hier in Den Haag. En dat is eigenlijk ook heel verklaarbaar, want hier zit de Rijksoverheid. En realiseer je dat de overheid is een zeer belangrijke afnemer van veiligheidsproducten. Ik denk dat dat misschien wel 70-80% is. Dus er ligt ook een hele grote verantwoordelijkheid bij de overheid om zijn vraag te formuleren. Want als je geen vraag hebt, waarom zou je dan als ondernemer gaan innoveren? Je moet het wel ergens voor doen. Nou, dat is ook een belangrijke opdracht van de publiek-private constructie die we nu hebben opgelopen hier in Den Haag. Om te kijken of we overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen kunnen verleiden om tot een goede vraagarticulatie te komen. Dat is echt cruciaal, want als die er uiteindelijk niet is, dan zou je zien dat een hele hoop innovaties gewoon verlopen en dat bedrijven op een gegeven moment zeggen van ja, dit hoeft niet meer, want ik stop mijn geld in innovaties, maar ik kan niet wegzetten. Maar Rob, we horen veel over die publiek-private samenwerking. Dat is het toverwoord een beetje ook hier in Den Haag. Hè? Maar als ik in Den Haag rondloop, zie ik enorme verschillende dynamiek tussen die overheid en het bedrijfsleven. Ja. Wat kunnen we nou doen om daar versnelling in aan te brengen? Continu overleggen. Ja. En eigenlijk meer overleggen dan je lief is. Eigenlijk moet je gewoon elke maand met elkaar aan tafel zitten om te begrijpen wat elkaars problemen zijn. En dat is een wezenlijk probleem. Ik moet zeggen, we kijken wel met je grote jaloezie naar wat er rond Eindhoven gebeurt bij Brainport. Dat is eigenlijk vergelijkbaar op high-tech gebied, alleen veel groter. Ja. En daar zie je dus dat de interactie tussen al die partijen enorm groot is en dat is heel erg belangrijk. En ik ben ervan overtuigd dat die communicatie, daar zit in zeer belangrijke mate de sleutel. Je moet van elkaar begrijpen wat je problemen zijn en hoe je gezamenlijk ook kunt komen tot grotere innovaties die ook weg te zetten zijn in de markt. Ja, Marcel, die dynamiek tussen overheid en bedrijfsleven, heel belangrijk denk ik voor de toekomst vanuit Zeker. Dat beter wordt. Ja. Hoe kijken jullie er vanuit de EY tegenaan? Nou, ik vind het ook heel belangrijk. Hè. Onlangs hebben we een mooie bijeenkomst georganiseerd, Nieuwsport. Hadden politici, ondernemers samengebracht. En eigenlijk moeten we dat gewoon vaker doen. Hè. Want gewoon die twee groepen moeten elkaar beter begrijpen. Hè. Die moeten beter begrijpen wat de uitdagingen zijn. Hè. Want het is echt niet zo dat politici perfect snappen wat de uitdagingen zijn voor ondernemers, maar ook andersom. Hè? Ondernemers moeten ook begrijpen wat de uitdagingen zijn voor politici. Dus ik denk het structureren van zo'n dialoog is denk ik heel belangrijk en daar werken wij als EY graag aan mee. Ja, Adriaan, publiek-private samenwerking toch belangrijk voor de toekomst van Nederland.
Ja, wat betekent dat voor de financiering? Is dat ook voor jullie interessant, die richting? Ja, absoluut. Als je kijkt waar de echte venture-markten zijn, dus de echte start-ups die goed gefinancierd worden, is dat Silicon Valley en in Israël. Nou, daar zit bij beide eigenlijk ontstaan vanuit de overheid naar defensietakken. Dus daar zijn meteen de afnemers van degene die producten ontwikkelen. En als je dat kan creëren, een beetje wat Rob zegt, dan heb je inderdaad die spin-off meteen te pakken. Dan heb je een afzetmarkt te pakken. En dan heb je ook meteen investeerders die meteen dat interessant vinden. Maar dat denk ik wel. Ja, Nederland, kleine afzetmarkt. Ook voor de ontwikkelingen en innovaties die hier zijn. Ja, er is natuurlijk uiteindelijk maar een land van 16 miljoen mensen, niet veel politie. Nee, je moet ook buiten de grens gaan kijken. Maar waar het mee begint is inderdaad op bestuurlijk niveau, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden. Ga samen aan tafel zitten, leer van elkaar, kijk waar het naartoe moet. Stel je vraagbehoeften vast. En kijk wat je eraan over, wat je ervoor over hebt in termen van geld. Dat geldt voor alle partijen. En dan komt het echt wel goed. Maar nogmaals, je hebt wel een bepaalde ondernemersgeest nodig om dit vooruit te kunnen brengen. Doe je dat niet, als je alleen maar naar de procedures gaat kijken, dan is het uiteindelijk is het afgelopen met zoiets. Ja. Ik heb eigenlijk nog één cruciale vraag aan je. Wat hier toch een beetje op tafel ligt is volgens mij dat we toch moeten leren groter te denken als ja, Nederland. Want absoluut. We praten over heel veel kansen, ja. Maar op een ene of andere manier voor zilver op te doen. Nou ja, wat kunnen we eraan doen? Ja, wat typisch Nederlands is dat we fantastische ideeën hebben en dan valt het dood. Dat is iedere keer wat er gebeurt. En dat is doodzonde, want A kost het ontzettend veel geld, dat is gewoon weggegooid geld uiteindelijk. En B, als je met elkaar aan tafel zit, ja, dan moet je die zaak vooruit zien te krijgen. Het is echt alleen maar communicatie. Geld is vaak niet eens het echte probleem. Waar het echte probleem is van, spreken we elkaar taal? Hoe gaan we met elkaar verder? En dat is dus gewoon eigenlijk alleen maar communicatie. Ja. Denk we groot genoeg aan in Nederland? Ik denk het niet. Ik denk dat je met innovatie hebt eigenlijk twee dingen. Eén is productinnovatie, maar het is ook innovatie om het in de markt te kunnen zetten. En die kansen pakken. Ja. En dan moet je echt groot denken. Ja. Ja, we mogen best groter denken. En we hebben dus dat Entrepreneur of the Year prijs ook daarom in het leven geroepen om een platform te geven, een podium te geven aan de ondernemer. Hè, om te laten zien dat belangrijk is. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.